Daar zijn we weer, bewegend leren met meester Sander en het boek van Sinterklaas. En in deze video gaan we het hebben over de letter, de eerste letter van Piet. De P. Ja, zie je dat? Je ziet hier de Piet. En we zien heel groot de P en dan iet erachter staan, want de P is de eerste klank in de naam van Piet. En kunnen jullie dat ook? Ja, heel goed. Oké, wat wij gaan doen is springen. Als we een woord horen, het begint met een p. Doe maar mee, springen. Piet. Ja, en bukken als het woord niet met een p begint. Dus, kijk, hier zie je de p staan. Ja, daar. En begint paard met de p. Paard. Even kijken, dus springen als het wel zo is, hè? Ja? Ja, natuurlijk. Paard. Heel goed. En weer joggen. Pepernoten. Pepernoten. Begint dat met de p. Ja, springen. En ik hoor zelfs pepernoten. Ik hoor hem zelfs twee keer. Oké, weer joggen. Stoomboot. Hoor je de p aan het begin van stoomboot? Nee, bukken. Heel goed. Hoor je de p aan het begin van open haard? Open haard. Bukken. Ik hoor hem wel, maar niet aan het begin. Luister maar. Open haard. Begin met de O. De volgende. De Piet. Begint Piet met p. Ja. Doe de Piet maar na. Ja. Heel goed. De volgende. Een pijl. Begint pijl met de p. Even nadenken hoor. Pijl. Ja. Pijl begint ook met de p. Heel goed. Oké. Maan. Begint maan met de p. Nee. Bukken. En we gaan weer verder. Papier. Begint papier met de p. Oké, begint mijter met de p. Mijter. Bukken. Want het begint met de m. Een Piet. Ja, hou de pakketjes vast. Pakketjes? Piet. Dat begint allemaal met de p. Ja, springen. Doe maar mee. En weer joggen. Snoep. Snoep. Bukken. Huh? Maar ik hoorde pff. Wel, hoorden jullie hem ook? Snoep. Maar hij is aan het eind van het woord. Snoep. Ja, dus het is nog steeds bukken. Maar heel goed gehoord hoor. Snoep. Schoorsteen. Schoorsteen. Bukken. Schoen. Ik zie ook papier. Dus schoen is bukken. En ik zie ook een papier. Dat is springen. En deze dan. Dit is een pizza. Begint pizza met de p. Ja. Springen. Oké, super goed gedaan. Nu is er nog een lege bladzijde. En kunnen jullie in de klas gaan kijken of er nog meer woorden zijn met de p. Die kun je bijvoorbeeld gaan tekenen of verzamelen op de tafel in de klas. En dan gaan wij het boek weer dicht doen. En dan zeg ik tot de volgende keer. Er is ook een video over de S van Sinterklaas. En nog veel meer toffe bewegend leren met meester Sander. Zie ik je de volgende keer weer?